Hoi, ik ben Jante van Max Groningen en vandaag staan we in het midden van het centrum in de Volkingenstraat. Dat is in het midden van het gedempte Zuiderdiep en de Korenbeurs. Daar is ook de Albert Heijn te vinden, dus zeg maar een klein stukje lopen. We gaan vandaag kijken naar nummer 49A. Het is op de eerste en de tweede verdieping. Het is een hartstikke uniek appartement, dus laten we maar even een kijkje gaan nemen. Voordat we verder gaan met de video, controleer of u al geabonneerd bent op dit YouTube-kanaal, uw notificaties aan heeft staan, zodat u een melding ontvangt bij een nieuwe upload. Bij interesse van een van de panden, ga naar onze website, selecteer Groningen, zoek de advertentie naar wens en laat kosteloos uw gegevens achter via de website. We zijn nu in het appartement, in de hal. Zoals je ziet is achter mij de keuken. Ik moet nog even benoemen dat er heel veel natuurlijk licht in het appartement binnenkomt. En dat er heel veel unieke kleuren zijn. Dus laten we snel een kijkje nemen. Zo, dan gaan we als eerst kijken in de woonkamer. Er zijn veel unieke kleuren. Het is echt een karakteristiek appartement. Als je naar deze wand kijkt, is het natuurlijk... ook wat specialer dan normaal. Hier is voldoende ruimte voor een bank, een tafeltje, nou ja, nog een bank en genoeg opslagruimte voor allemaal leuke spulletjes. En hier rechts van mij is terras nummer 1. Zoals je ziet is hier voldoende ruimte. En het allerleukste is dat de zon in de middag vol op het terras schijnt. Dus dat is hartstikke lekker. Als je hier naar boven kijkt, ik hoop dat de camera het kan pakken, dan zie je dat hier ook nog voldoende licht binnenkomt. En daar is dakterras nummer 2. Nou, laten we nou even een kijkje nemen in de keuken. Het is even een stukje lopen, want het is best een groot appartement. Ongeveer 130 vierkante meter. Nou, we zijn nu in de keuken. Hier is voldoende ruimte voor een eettafeltje. En aan deze kant is de vriezer. Hier is een koelkast. Hier bevindt zich de oven, een magnetron, de vaatwasser en hier is nog een wasmachine. Dus de keuken is helemaal compleet. En hier achter mij zie je de mooie gele kozijnen met wat glas en lood. Dat is natuurlijk hartstikke speciaal. Nou, gaan we nou nog eventjes weer terug naar de hal, want daar is het toilet. Kom maar met mij mee. Zoals je ziet is hier het toilet met voldoende ruimte. En een wastafeltje om je handen te wassen. En laten we nou maar snel een kijkje nemen in de slaapkamer. En daar is ook terras nummer 2. Dus kom maar met mij mee. Nou, we staan nu op de tweede etage en ook op deze etage is iets unieks. Want normaal doe je de badkamer en de slaapkamer in twee hokjes, maar in deze kamer is alles gewoon lekker open. Dus laten we eerst in het slaapgedeelte gaan kijken. Nou, zoals je ziet is er voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed. En naast het bed zijn twee nachtkastjes en er is voldoende opslagruimte voor kleding. Dus in het rek aan de andere kant. Hier is nog een tv en achter mij... zijn weer de mooie gele kozijnen te zien. Hier is genoeg opslagruimte voor thuiswerkplek. En dan gaan we nu naar het uniekste deel van de kamer kijken. En dat is de badkamer. Nou, zoals je ziet is hier een wastafeltje. En achter mij is nog een bad. En hier het alleruniekste onderdeel is de douche. Die staat gewoon midden in de kamer. Gaan we nou door naar het toilet. En achter mij is nog een tweede terras. En deze is nog groter dan die beneden. Dus laten we even gaan kijken. Nou, jullie hebben het appartement gezien. We staan nu nog even op het terras. Zoals jullie weten is de Volkingenstraat staat bekend als de gezelligste winkelstraat van Nederland. Dat is in 2014 bekendgemaakt.
Ben je nou geïnteresseerd in deze woning? Kijk dan even voor de beschikbaarheid op onze website. Dat is www.maxhuren.nl.